Hallo. Welkom bij Kewoerdag over aan de Rijn. Je ziet achter me de twee kassen staan er. Maar we hebben hier wat stormschade gehad in februari. Waardoor het dak zelf van Kewoerdak en over aan de Rijn niet. Maar het dak van de buren wel, want dat is hier bovenop gewaaid. Eén volk heeft het daardoor niet overleefd en het andere is de koningin overleden. Maar ze hebben wel een nieuwe koningin aan kunnen maken. Omdat vroeg in het voorjaar was, waren er nog geen darren. Dus de koningin is nog niet bevrucht. Dus wat we straks gaan doen, tenminste ik ga doen, zonder camera, want het regent. Helaas, de enige dag dat het regent. Even heel kort kijken. Is de koningin ondertussen aan het leggen? Dat betekent dat ze bevrucht is. En de andere kast gaan we straks openzetten, want ze zijn net aangekomen. Dus, ik film niet, maar ik vertel straks even wat ik heb gedaan. Dag. We hebben net even in de kast gekeken en de andere kast opengezet. Daarom staan we wat verder weg, zodat die bijen niet last zou vallen. Andere kast gaan we even aanpakken. Ik denk dat ik volgende keer even een andere kast neer ga zetten. En dan ga ik deze nog eventjes behelpen. Koningin lijkt al te leggen. Maar het is even de vraag of het goed gaat. We zien al wat darrenbroed ontstaan. En ik kon het niet helemaal zien of alles inderdaad ook darrenbroed is. Of dat het werksterbroed is. Het was wel in werkstercellen gelegd. Maar er zaten wat darrendoppen omheen. Dus we gaan eens even kijken. Want werksterbroed betekent dat ze gezond is. Of dat ze bevrucht is. Darrendroppen betekent dat het onbevruchte eitjes zijn. Dus dat is niet handig. Dus dat gaan we bekijken. Volgende keer even een ander volk neer. En dan ga ik deze meenemen en helpen. Zoals het werkt. Dag bij Kewoerdak, over aan de Rijn.